Op een groot scherm zien ouders en kinderen de eindmusical. Die is omgetoverd naar een heuse film. Je ziet jezelf ineens heel groot op zo'n beeldscherm. Met al die auto's, heel leuk. Een beetje filmster, hè? Ja, op zich wel, een beetje, ja. Vanwege de corona-uitbraak was het lang onzeker of er überhaupt een musical zou komen. Het was niet een fijne tijd, vooral dat je voornamelijk thuis moest zitten. Bijna iedereen zag je alleen maar nog maar via de computer en al dat soort dingen. Je zag eigenlijk alleen maar de wereld via een schermpje. Met FaceTime hebben we zo vaak aan de juffrouw gevraagd, gaat de musical nog door en hoe gaan we het doen en wordt het leuk en zo. Toen kwamen ze met dit idee en wij helemaal enthousiast en helemaal leuk en ja. Het eindresultaat mag er zijn. De film is opgenomen door een professionele filmploeg. Voordeel is dan dat als het fout gaat, je het als acteur gewoon nog een keer opnieuw kan doen. Maar nadelen zijn bijvoorbeeld dat je een perfectionistische juf hebt die zegt, fout gedaan, over. En dat kan je 20 keer herhalen. Het eindresultaat, als je dat ziet, ben je wel trots, toch? Ja, maar je hebt van die scènes waarbij je denkt, dat had ik net iets beter kunnen doen. Maar dat heb je altijd wel. Vanavond en morgen zijn er nog meer drive-in musicals. Dan komen de andere groepen acht aan de beurt.